Er wordt hier druk geoefend in het Bostheater in het Amsterdamse Bos. De zon schijnt, dus vanavond zal de tribune hier achter mij helemaal vol zitten. Maar dat is niet de hele zomer zo geweest, want het heeft flink geregend. En daarom zijn de verkoopcijfers flink achteruit gelopen. Ze hebben zelfs maar de helft van alle optredens kunnen spelen. En dat heeft financiële gevolgen voor het Bostheater. Nou, om te beginnen hebben we volgens bijna iedereen een van de allermooiste voorstellingen ooit in het bos. Maar ook de aller slechtste zomer qua weer ooit. Dat is kort samengevat hoe het met het Bostheater gaat. En wat heeft dat weer voor consequenties voor jullie? Dat heeft als consequentie dat we nu al 12 voorstellingen hebben moeten afzeggen. En de avonden dat het echt gewoon afgeladen vol zit, dat zijn er tot nu toe 2 of 3 geweest. En dat is gewoon te weinig. Dat is te weinig, ja. Dus kijk, wij zijn natuurlijk wat dat betreft een gezelschap die 60% van onze eigen inkomsten haalt. Het nadeel daarvan, als je zo afhankelijk bent van je eigen inkomsten, is dat als dat dan ook nog van het weer afhangt, is dat het ook flink mis kan gaan. En dat betekent dat het Bostheater de laatste paar weken van de zomer stampvol moet zitten om het hoofd boven water te kunnen houden. Als het vanaf nu echt gewoon flink gaat lopen, dan gaan we het redden. Want we keren ons binnenste buiten en doen alles eraan. We hebben aanstaande zondag ook gewoon bijvoorbeeld een extra concert. Een geweldig concert met Paul de Munnik, Ellen ten Damme, Maarten van Roosdaal. Met jong talent. Dus we doen er ook alles aan behalve de voorstelling. Om ook daarnaast echt gewoon zoveel mogelijk mensen naar het bos te halen. En dan redden we het. Met nog een paar weken te gaan gaat het heel spannend worden. Door een aantal extra voorstellingen te spelen, hoopt het theater nog net op tijd genoeg bezoekers te krijgen. En mocht het een beetje spetteren, dan gaan de voorstellingen gewoon door en zorgt het Bostheater voor poncho's. Dus de komende 3 weken is erop of eronder? Ja, dat kan je wel zeggen, ja.